trying so hard! I'm trying so hard! Shrek is trying so hard! But he can't! He is going for the run! He is going for the escape! He is going for the escape! He is going for the escape! Hallo beste kijkers, mijn naam is Roy en welkom bij weer een gloednieuwe Politie en Boefje aflevering. Vandaag gaan wij dus weer Politie en Boefje doen. Doe ik hier niet alleen, want ik ben hier vandaag samen met Jordi, Mike, Sven en Ido. Yo boys! Yeah. Yo, en vandaag heb ik weer een hele speciale outfit. Jullie kennen hem ongetwijfeld, jullie hebben het ook hoogstwaarschijnlijk al aan de titel en aan de thumbnail gezien. En het is echt waar, het is Shrek, dames en heren. Laten we de game induiken. Dit is de outfit voor vandaag, de Shrek outfit. Ik zal even een rondje lopen en dan zal je zien dat hij er echt enorm op lijkt. Hij heeft ook een flinke blije bakkes, gaat helemaal nergens over. Die smoel van hem die is horizontaal, nou van niet tot Tokio, dat gaat echt nergens over hoe blij die kijkt. Maar fantastisch, we moesten er wel een voertuig bij hem zoeken, want ja, hij rijdt natuurlijk niet in een auto of wat dan ook. Dus we hebben uiteindelijk deze koets bij hem gezocht. Geniaal, zo'n klein stuurtje voor deze grote berenklauwen. Maar het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus jongens, als jullie 1000 duimpjes omhoog zouden kunnen smashen voor deze episode, dan zou dat echt fantastisch zijn. En met dat allemaal gezegd te hebben, ik ga beginnen jongens. Heel veel succes. En nu kunnen jullie gelijk zien, kijk eens wat ik bedoel met dat stuurtje. Die klauwen die zitten er helemaal omheen als het ware. En jongens, kan je me een klein uitloopje geven, omdat ik nu zo'n, toch wel zo'n moeilijk voertuig heb? Oké, dankjewel. 3, 2, 1, go. Alright, there you go. Let's go, jongens. Jongens, succes, hè? Eraan. Oh, nou, ik kantel bijna op Mekani, maar het gaat echt net goed. Oh, dan rij ik over de prullenbak heen. Nou, fantastisch. Oh, gelukkig zaten jullie ook een beetje te bouten. Kan ik een beetje afstand pakken. Edo, waar rij jij nou helemaal heen dan? Oh, ja, ik reed om. Ik dacht misschien gaat het weer. Boom! Oh, achteruit. Ja. Achteruit. Nou, Shrek, jammer. Kom op, we moeten er vandoor. Kom op, vandoor gaan. Helemaal goed. Yes. Oké, nu moet ik even speed maken. Want op lange afstand is dit ding op zich nog wel aardig snel. Zo. Maar op korte afstand is het echt heel moeilijk op gang komen. Nou, als een boom. Zo. Nou, dit is zo. Boffen. Oeh, dat was echt wel boffen. Want daardoor reed er iemand onder me door. Oh, dit is minder boffen. Dit is heel erg veel minder boffen. Oh, net erlangs. Ik word in geklemd. Oeh, yes. In boxen. Yes, let's go, Shrek. Come on, man. You can do this. You know? Ik snap al waarom Shrek niet zo goed kan rijden. Hij is natuurlijk helemaal niet gewend om te rijden. Hij zit natuurlijk alleen maar op dat ezeltje van hem. En voor de rest, dan doet hij helemaal niks. Komt hij zeggen thuis op de zo, die beukt mij net! Hey, jongens, eventjes door de filmstudio's en nu gaan we gewoon weer verder hoor. Eens even kijken waar ik nu naartoe ga. Door de set van Shrek. We gaan hier eventjes naar rechts. Rechts hebben we de ammunitions. Iemand nog wapens moet hebben, feel free to do so. Ik heb een nieuwe stok nodig. Oh, nieuwe stok. Oh, nou, ik zou zeggen pakken. Hier hebben we het uitzendbureau, live invader. Hallo, misschien is Henkie er wel. Maar de wiel staat nu al naar binnen. Ik ben nou al zodanig gebeld. Slash zodanig veel tegen bomen aangereden. Dat mijn wielen nu al naar binnen staan. Heeft dus Henkie aan die auto gewerkt? Ja, dat lijkt het wel. Er zit een straalmotor in dat ding, joh. Sjonger, joh. Hoppakee. Zo, dat was een mooi bochtje. We zijn weer waar we begonnen zijn. Ik denk, ja, ik moet er niet te scherpe bochtjes mee maken. Want dan kantelt hij zo op zijn mik. That's not what I want. Hey jongens, we gaan een stukje snelweg pakken. Tenminste, ik ga proberen om op die snelweg terecht te komen. Zo snel, jij gaat daar nog opstijgen, lijkt het wel. Zie je al? Zo ineens E.T. style, E.T. phone. Alrighty. Zo! Nou, boffen. Nou, boffen, de koets begint steeds weer te lijken op een... Nou, wat lijkt het op? I don't know. Op een scheidbak. Laten we het aanhouden. Hey, naar rechts. Nee, dacht ik niet. Shockte de mensen? Nee, niemand shockte. Nou, dan is het echt heel erg kut. Oeh, daar dodgde ik iemand echt maar net. We gaan naar links, of toch niet? Nee, daar heb ik wel iemand kaart geflasht. Een flasht ik twee mensen echt fucking hard. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Oh, wie zit er achter mij? Wie is dit? Is Mikey sowieso. Ik, ja, dacht ik al. Hey Sven, waar ben je? Ja, ik knal tegen 3 minuten zoveel niet aan. Oh. Mikey, opbouten. Kom jij eens even hier? Nee, shit, nu hadden ze door! Beuk hem er niet overheen! Oh nee! Yes, dankjewel! Dankjewel! Hoe is hij naar beneden? Ja, ik ben naar beneden gebeukt. Ik ben nu rond aan het rijden op de Nederlandse spoorwegen. Yeah. Dus eens even kijken waar ik naartoe ga. Oh, hier kunnen we er een soort van vanaf, denk ik. Ja, hier kunnen we er vanaf. Waar ben jij?
Ja, weet ik veel. Ik lig hier op een of ander industrieterrein te rotten met Shrek. Maar ja, Shrek vindt het allemaal leuk. Kijk, hij lacht nog steeds. Ja, hij lacht nog steeds. Oh, shit. Oh, oh, oh. Kijk, zolang Shrek aan het lachen is, ben ik vrolijk, hè? Oké. En zolang mijn auto het maar gewoon doet. En ik niet erin sta. Zo, kijk die wielen dan. Die wielen staan naar binnen. Ja, dat zei ik al. Die wielen die staan krankeminkig in boxing. Nee. Oh. Opgebouwd. En gas. En gas. En gas erop. We missen een kom. Waar zit je nou in? Waar ben jij? Ja, ik zit aan de verkeerde kant. Zombie apocalypse, easter egg, dinges. Ja, lekker man. Zo, wie beukte wie omver? Ja, wat had gebeurd dan? Ja, ik reed over een prullenbak. Oh, dat is altijd leuk. Dat is altijd leuk. Hé, jongens, ik... Oh, ja, godsamme. Ik moet echt geen scherpe bochten maken, want dan lig ik echt op mijn kantje. Dus dat heb ik alvast voor jullie uitgetest, voor degene die straks wreck is. Dan weet u dat, oh, hè? Zo! Ja, Edo! Geen scherpe bochten, want dan ben je de volgende wow. Dan ben je fokt op. We zaten zo dichtbij, hè, maar dan komt er weer zo'n pretback van Edo. En die beukt ons allemaal de lucht in. Oh, nou, dan ben je... Weet je hoe ze dat noemen? Boffen. Nou, boffen. Ja, dan noemen ze boffen. Ho, ho, ho! We gaan door de hondjes. Oh, ja, ik had ook niet zoveel keuze. Ik werd er vol doorheen gebeukt. Nog een hek. Kan deze open? Yes, deze kan gelukkig open. Jammer. Hey, we hebben een autobedrijf hier. Nou, daar gaan we er maar mag niet in. Niet. Het gaat altijd fout. Het is uiteindelijk is het altijd rest in peace als ik daar naar binnen rijd. Dus ik ga het gewoon niet doen. Ik ga daar vandaag niet naar binnen, jongens. Ik heb geen nieuwe auto nodig. Shrek is helemaal... Even kijken naar Shrek. Lacht hij nog? Ja, hij lacht nog. Daar is helemaal tevreden met zijn auto. Dus, oh, oh, opbouten. Andere kant op. Tjollas. Oh! Ja, hij gaat. Poep. Bitch. Oh, yes. Oké, nu staan de wielen echt helemaal naar binnen. Dit gaat ja, nu kom echt op, Mike support. Mike support. Ja, oh. We hebben hem. We hebben hem. Oh my fuck. Nee. Dat gaat niet gebeuren. I'm trying so hard! I'm trying so hard! Shrek is trying so hard! Stap maar uit, but Shrek he can't! He is going for the run! He is going for the escape! He is going for the escape! He is going for the escape! Nee! Beuk die auto weg! Ja, ja! Er was geen klap met de knuppel, helaas! Niet met die knuppel, joh, agent! Auw, Mike, bijna! Hij kan hem pakken. Nee! Nee. Later! Oh mijn god, ja, want jongens, voor de mensen die zoiets hebben van hup, maar je kreeg toch een hit? Dat klopt, maar het was een trap van iemand. Ik kreeg geen hit met een knuppel en dan telt het niet. Dus Shrek is er weer vandoor. Zijn hoofd steekt, het zal zijn, 10 centimeter uit boven de auto. Heb je al op je dak? In de cabrio? Oh mijn god. Oké, waar gaan we heen? We gaan hier naartoe. Ja, vind ik een mooi plekje. Zo! Dan gaan we hier naartoe. Nou, echt, hoe ik het heb geflikt, I don't know, maar ik heb een nieuwe auto. Sven staat er niet in, jongen. Die groene boskabouter. Of nou, die groene... groene bosreus. Het is niet... Het is geen boskabouter, maar een bosreus, hoor. Het is een ongeluk! Inboxing! Oh, dit is echt een hele zieke inboxing. Dit is echt een hele zieke inboxing. Zoveel in helpt jullie ook echt tot de max. I'm out of here. Nee. Kijk hoe goed die er staan hier heel veel auto's geparkeerd. Oh! Oh! Ja, ben ik Edo! Edo, waarom sla je mij? Ja, weet ik niet. Beuk die auto weg dan! Yes! Oh nee. Yes. Zit hij nou in dezelfde auto? Nee, ik zit in de andere. Ja, Indo die geeft mij een knal. Daar komt Indo geeft mij een knal, zegt hij dan, Jordi. Oh. Ik kan ook helemaal niet. Oh, ja, slippen. We slippen allebei. Ja, Indo is... Indo, die groene bosbout, die is natuurlijk helemaal niet gewend om in zo'n auto te rijden. Goeie vergelijking. Die is zijn kleine mormelkarretje gewend met die naar binnen gekrompen wieletjes. En dat hij dan in één keer zo'n voertuig moet rijden, dat is natuurlijk even wennen. Man, die knalt mij daar, Indo. Indo. Hoe vaak hebben we al Indo gezegd deze episode? Ja, Indo die kan gewoon niet zoveel. Dit is de Indo special. In de vorige episode, laten we het maar op houden, dat Indo toen ook niet zo lang volhield, zeg maar. 52 seconden. Dus laten we het er gewoon op houden dat hij niet zo goed kan rijden, oké? Nee, hij doet mee voor de spek.
Zo! Oh, hey, hey, ja, later! Oh nee, die is er natuurlijk weer onder, hoor. Dit ben ik weer op de weg, ja. Hey, jongens. Ik heb echt weer zoveel mazzel vandaag. Het gaat echt helemaal nergens over. Want ze hadden me echt al zo vaak een trap gegeven. Ja, het was nou, elke keer gewoon met hun voet. En bijvoorbeeld net toen stond ik tegen een hek aan. Ik dacht van shit, het loopt dood. Ik ben fucked up. Maar toen kreeg Jordi een klap voor zijn kanus in plaats van ik. Dus ja, toen kon ik er ook weer vandoor. Dus het gaat allemaal voorspoedig vandaag. Ik heb veel mazzel. Voorspoedig? Ja, het verloopt allemaal op rolletjes. Nou, oké. Goedemorgen. Hallo. Dankjewel. Aan de kant. Echt, wat een gekke aap. Fuck jou! Shit. Die politieauto die gaat me inboxen. It's your boy! Oh nee! Ligt Edo daar? Jullie wel! Ligt Edo daar? Oh, prachtig. Prachtig. Sven! Oh. Ja! Oh, dat is Marta die auto! Hey jongens, ik ben gone. Ik ga lekker met het verkeer weer meerijden. Dat lijkt me toch wel wat handiger. Oh, kijk, ze allemaal rijden. Kijk, ze allemaal stuntelen. Oh, shit. Omkeren. Daar ben ik weer. Pats, hier. Omkeren, later. Ik heb er zoveel in gebeukt. Ja, niks daar vast. Doe jij nou? Zo! Hallo. Hij klimt daar naar beneden. Nou, ik stap gewoon weer in. Avonturieren met Shrek! Avonturieren met Shrek! Ga je auto, we bukken al auto's weg! Avonturieren met Shrek! Avonturieren met Shrek! Kun je een auto even niet roepen? Hij heeft een auto! Later! Ja, jij kan niet slaan als je vond deze een stuk mooier. Hey jongens, waar zijn jullie? Kom ik jullie zo, wel voor kijk, opzoeken. Ze vliegen kom dan aan. Allebei! Zo! Hey jongens, kom dan. Ik kom je wel verhalen. Waar? Hier, kom. Hier. Oh, daar zit hij. Wow! Hier, alsjeblieft. Hier, ik ga jullie gewoon pakken. Bouw maar op. Shrek pak politie. Oh. Nee! Ja, hallo. Naar achteren. Ja, we hebben hem. Oh crap. Oh nee. Shrek snel, is going for the run! Leuk die auto weg! Nee, ik rijd niet hard genoeg! Pak hem! Nee! Au! Wie blokt mij nou weer? Ja, Shrek die houdt van het gras. Dit is camouflage, jullie zien mij niet nu. Oké, ze zien me wel. Oh, hij rent niet zo hard! Kom op, rennen! Hoe is nou? Ja, gaat hij weer terug? Ja, nog een keer. Ja, wie rijdt mij nou weer aan? Ik zat hem op z'n kijk ze gaan! Oh, bijna. Ik wacht hem gewoon boven, hoor. Nou gaat hij. Ai! Zo! Oh, nou, dat helpt me. Kom nog! Ja! Buik die auto, nee, dat ben ik! Ik heb weer een nieuwe auto, laters! Oh jongens, wordt het gewoon een hele episode lang dat ik de boef ben met allemaal verschillende auto's? Nou, dan gaan we. Pak hem! Oh. Ja, dank u! Ja, hey! Ja, doe je dat! Ja, mijn auto maar. Oh shit, dankjewel. Oh shit. Oké. Hey jongens, come at me bro. Ik maak het jullie wel makkelijker, oké? Shrek is blijkbaar nogal te OP voor jullie. Die is gewoon... Zijn vermomming is on point in het gras. Weet je, ik snap de struggle. Ho. Wat vond Shrek altijd heel erg lekker elke keer? Was dat spaghetti? Of was het pizza? Pizza was Ninja Turtles. Zo, die rond daar even met z'n dak. Ninja Turtles, hun favoriete eten was toch pizza, of niet? Zeg ik nou iets geks? Oh, dit loopt dood. Hij had daar juist van hele rare dingen. Dit loopt dood. Ja, gewoon kijk, aan de andere kant loopt niet dood. Oh, waardeloos. Miereters. Och jee. Dacht het niet. Oh, ja, dacht het wel, maat. Dacht het wel. Ho. Oh. Zal ik nou weer even dat treintje op gaan? En dan gaan we er hier gewoon weer vanaf. Zo. Hey jongens, Mario Kart parcours nummer 1. Ronde 1 is gereden. Gooi je banaan! Oh, ja. Ronde 2, dames en heren. Ronde 2 was een mooie ronde. Nou, we gaan voor ronde nummer 3, maar dan gaan we de andere kant op. Want ik zie ze de hand zo blokkeren. Wat doen wij hier? Nou, ja, ik weet ook niet wat jullie aan het doen zijn vandaag, maar... Edo, beuk hem er niet uit! Oh, sorry. Au.
Oh, niet hey, ja, jongens, ik ging eigenlijk nog voor ronde nummer 3. Jawel, jawel, dames en heren. Ronde nummer 3 wordt gemaakt. Oh, ik nee. Zal hem volgaan. Oh, oh, oké, okay, kut. Oké, okay, kut. Ja, nou, fuck. Nu hebben we hem. Zo, ik beuk daar veel mijn auto omver. Hij pakt die andere. Oh, nee, dat is weer... Oh. Jezus, hij doet gewoon even een parcoursje. Shrek heeft ook Zwarte Piet kunst, hè? Hij staat ook wel bekend als de Groene Piet. Hier, kijk. Hoi. Oh. Oh. Ja. Mooi man. Oh fuck, die wacht eens op. Slaat ze elkaar weer. Pak me dan, pak me dan, pak me dan, pak me dan. Ja, ik heb gewoon nog niet zo'n goede conditie. Die was niet helemaal gelukt. Jezus. Oh, nee, niet deze auto. Die is niet van jou. Oh nee, weer een bosje. Ja, dat was het, eindelijk, zo. Eindelijk. Nou, hoe lang? Na gewoon 14 minuten opnemen ongeveer, hebben ze me eindelijk te pakken. It's a miracle. Dus, beste kijkers, dat betekent maar één ding. En dat is dat we er weer klaar voor gaan staan bij de Los Santos Customs. Tot zo. Oké, beste kijkers, we staan allemaal weer klaar voor. Jordi is voor deze ronde de Shrek. Dus Jordi, ik wil jou heel veel plezier wensen. En hopelijk hou je het zo lang mogelijk vol. Hey, doei. En wij gaan natuurlijk jou zo snel mogelijk te pakken zien te krijgen. Nou, doe even dus, uitloopje voor 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Hij heeft, je hebt zo'n 10 meter uitloop ongeveer. Dus hopelijk is dat voor jou genoeg om, uit onze handen te blijven. Nou, ik hoop het. Uiteraard willen wij hem zo snel mogelijk te pakken zien te krijgen, die oude Shrek. Nou, we gaan gelijk snel weg op, dat is leuk. Oh, gaan we er snel weg op, Shrek? Oh, ja, ik ben al een wheelie aan het doen. Zo, inderdaad. Holy shit. Oh, hij gaat achteruit. Oh, nee, hij gaat de snelweg op. Hij gaat de snelweg op. Pff, wat heb ik nou? Nou, wat ziek. Wat ziek. Ja. Die Mike. Die Mike staat bovenop hem. Ik kan er nog niet uit. Ik kan Die Mike. Oh, wat ziek. Ja, hey, ik wil het niet zo snel berg op. Ja. Kom eens hier, Groene Reus. Kom eens even hier. Nou, we gaan even inbreken. Shrek is ook niet zo snel. Kom eens even hier, Groene Reus. Edo aan de kant. Ik pak hem wel. Help, mensen! Is... Ik pak mijn auto. Nee, niks help. Niks help, Shrek. Niks gaat jou helpen. Boom! Oh, ik sloeg de struiken. Oh, ik sloeg de struiken. Boom! Hoppa! Die was wel raak. Die was raak. Nee, die was niet raak. Was die niet raak? Nee. Oh, mijn god. Oh, oké, dan gaan we weer rennen. Jongens, hij gaat weer terug naar de snelweg. Ja, die oude Groene Reus, zijn camouflage, ik zie hem niet. Mijn auto kan ook klimmen. Hier komen. Hier komen. Oh, hij kan springen. Hé, hey, ja. Ja, dit is slim. Dit is slim. Insluiten. Sluit hem in, gekke aap. Zo. Nou, ik denk dat wij maar eens eventjes de auto voor een dag moeten breken. Yes! Fuck deze auto. Zo'n shit. Oké, we hebben Jordi te pakken, maar het was wel heel snel. Dus we gaan hem uiteraard nog een ronde gunnen. Dus we zien je zo terug wanneer we klaar staan met Los Santos Customs. Tot zo. Oké, beste kijkers, we staan er allemaal weer klaar voor. Jordi is dus nog een keer deze ronde de Shrek. Dus Jordi, heel veel succes. Hij gaat rechtsaf deze keer. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. And go. Alright, daar heb ik hele slechte ervaringen mee met Oh mijn god, ik word ook nog een civilian. Echt? Oh, ik zag het niet eens gebeuren op mijn scherm. Auw. Oh. Oké, ik zit achter hem aan, jongens. Ik zit achter hem aan. Ja, ik hij rijdt tegen het verkeer in. Linkerkant van de N201. Ik heb geen idee hoe deze weg heet, maar ik maak gewoon even een van. Beukie! Ja, dat was echt een lekker beukie. Ho. Hij gaat nog steeds. Hij gaat er nog steeds vandoor. Ja. Ik heb geen Henkie motor, daar komt het door. Ja, ik had ook de struggles net. Het is echt, het is wel een leuk wagentje, maar het is niet iets je zegt van niet zo Jotten. Snel. Oh! Ja, kom op. Ja, we hebben hem. Oh nee, laat maar. Roy had dan moeten blijven staan. Ja, dat ging niet. Want anders had hij er aan de andere kant langs gegaan. Oké, let's go. Zo. Pak hem! Oh! No. Oh, wat ziek! Shrek not happy! Die Shrek! Ja, lacht hij nog, Jordi? Je moet altijd even checken of hij nog lacht. Ja, hij als hij nog lacht, dan is hij gewoon happy. Hij lacht deze pretkop. Oké. Okay. Zo! Dan is alles goed. Dat is alles goed. Ja, jongens, eventjes losbeuken. Laat Shrek nog eventjes gaan, anders heeft hij weer zo goed. Right, hè? Oké. Okay. Shrek, we gunnen je nog een avontuur. Duw hem even aan. Deel 2. Deel 2, Shrek. Succes met je avontuur.
Oké, okay, daar gaat hij. Shrek not happy! Shrek is not happy, deel 1. Oké. Okay. Ja, gekke aap, sorry. Gekke aap. Oh, hij gaat naar rechts. Oh, zo! Sanky die klankie. Daar ging ik eventjes over, over een paaltje heen. Ken ik hier overheen? Oh, ja, zo! 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 Ken ik hier overheen, zegt hij ook, hè, die ouwe hagenees. Oh. Hey, hij is nog steeds aan het gas, hoor. Hij gaat nog steeds. Mob Willy! Oh, dacht het niet, maat. Hey, ik kan mijn auto rijden. Ik kan niet meer rijden. Dat meen je niet. Oh, jawel. Oh, hij gaat weer. Hij gaat weer. Oeh, daar kom ik. Ik heb al wat snelheid. Oh! Ja, lekker. Lekker hoor, Ido. Perfect. Snelheid. Perfect, leuk, hoor. Ja, we zijn in het donker. Daar houd je gek van. Ja, en nou staat hij wel geklemd. Shrek is not happy part 2. Ik heb een zwart scherm. Shrek is not happy part 2. Oh, shit, hij gaat weer. Oh, mijn god. Hij gaat naar het dak. Gekke aap, schiet op! Oh, nee. Gekke aap, schiet op! Ja, man, ben er bijna! Oké, pak hem! Volgens mij hebben we hem weer. Ik denk dat ik de assistentie van boven verdienen. Volgens mij hebben we hem weer. Kijk, ken er niet uit! Nee, dat klopt. Schrek! Oh, daar gaat hij! Schrek kan rollen! Nee, kut! Nee! Hij heeft een auto! Hij heeft een auto! Shit! Snel weer in mijn eigen auto! Shrek is weer helemaal happy! Ik heb hem! Oké, okay, ik ben er bijna! Ik ben helemaal! 1, 2, 3! Dikke Willy! Nee, hij gaat de autowinkel in! Nee! Oh shit, hij gaat de autowinkel in! Jongens, ik ga naar de andere kant toe! Oh, ik ben echt ook sloom, want ik bots! Hey, apie! Hoppa! Dit is wat jij zo ook zo mooi flikte bij mij, Jordi! Oh, shit, baas! Ja, ik ken het wel! Shit, scheid! Oh! Ja, hij had het nou gewoon moeten blokkeren, er was er niks aan de hand geweest! Ja, ik F2 gewoon naar buiten, Jordi! Oké, hey, hier komen Shrek! Hij rijdt ook al echt in een groene auto, hè? Hoe toepasselijk. Weliswaar een hele donkere kleur groen, maar het is groen. Groen is groen. Ho. Hij rijdt op een soort van spoorwegen. Maar je kan hem wel mooi klem zetten, dat is geen probleem. Ido denkt, ik ga mooi rechtdoor. Ja, als je maar niet op groen staat. Nee, ik wil naar links! Oh, de zonnepaal. Rijden, gaan. Nee, shit, jongens, pak hem! Waar is hij? Oh, achteruit mij! Nooit Ido volgen, shit, dat werkt niet. Shit. Nee, Ido moet je inderdaad nooit volgen, dat is geen goed plan. Alright, hij gaat naar rechts. Rechts het steegje in. Daar gaat hij dan. Hoppa, die komen. Oh, wat ziek, ik heb hem. Ja, goeie buik. Heerlijk. Jezus, kom op, nu moet hij geblokkeerd worden. Oh jongens, waar zijn jullie? Alleen gekke apen hier, ik zijn hier bezig. Gekke appie is er alleen maar. Gekke appie. Het is gekke ik zit eraf van nu. Gekke appie. Ja, dat is inderdaad gekke appie. Fuck jou. Hij gaat off rood. Hij gaat over het grasveld. Hij denkt dat we hem niet zien op deze manier, want hij is groen. Dag Sven. Maar we zien hem. Zijn camouflage heeft niet gewerkt. Mijn wiel die zit ook weer lekker naar binnen. Ja, jongen, dat is vreselijk, hè, aan die auto's. Ik blijf je volgen, maat. Mooi, ik blijf je volgen. Ho! Bij mij ging je die bocht niet maken, Ik zit nog steeds achter hem aan, achter die Shrek. Oh, shit, ho! Shrek, oh, fuck je? Jou. Fuck jou, Shrek. Shrek, die? Ja, jongens, ik kan je een beetje wel. Jullie komen daar in de kaan. Oké, nee, dat gaat goed. Dat gaat alles goed. Ho! Nou, iemand rijdt hem eventjes vol voorbij. ik pak gewoon weer de andere richting, maar hij gaat naar rechts. Gewoon het mis. Hoppa, opgebouwd. Ik heb hem getouched. Oh ja, dat was handig. Gekke aap. Dankjewel. Dat was erg efficiënt. Dankjewel. Oké. We gaan even langs Los Santos kusten. Oh, die vrachtwagen. Opbouwen. Oké, hij gaat naar Los Santos Customs inderdaad. Oh, een dikke Audi die blokkeert de volledige weg hier. Hoezo, ik word niet die goed. Dikke aap, wie? Dikke aap? Nee, die Audi hier zo. Hij gaat naar boven. Dat meen je toch niet. Hij neemt een jumpy, Oké, hij gaat nog steeds, hij gaat weer de garage in. Een soort van garage. Tunnels. Dan wil hij links omhoog. En het lukt hem allemaal. En nu gaat hij dan naar rechts, denk ik. Ja, hij gaat naar rechts. Oh, dan gaat hij opgeven.
Oeh. Oh, ja, nee. Kom op. Nee. Oh, nee. 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 Sis Games, bouwt op. Die kant op. Oh, oh, oh. Oh. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Oh, dit gaat minder. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Ja, ik heb de achterkant. Oh my fuck. Oh my days. Dit echt, you must be kidding me. Oké, zijn auto gaat nu wel langzaamaan echt helemaal kapot. Ik heb geen bumper meer, mijn wielen die staan binnenste buiten achter. Ja, nee, precies. Dat is goed. Hey, doei. Oh, hij gaat naar rechts, hij gaat naar rechts. Oh, nou, en bedankt. Oh, jongens. Ja. FC stuntpiloot hoor. Oké, nou goed, we blijven er volgen. Oh, slippen! Ja, dat slippen, dat heeft hij genekt. Nu moet hij kapot. Nee, toch niet. Sorry mevrouw, spijt me. Kom op. Ja, kom op, help! Oh my fuck. Ja jongens, zo gaat het echt niet. Lekker aap, aan de kant, aapie! Ja, we hebben hem in een soort van vierkant. Soort van, vulman! Mike! Ja, ik kom niet omhoog met het ding! Oh my. Pandora's doos! Ja, klaar! Yes! Kom op, erachter! Oh mijn god, ik word echt niet goed hier. Oh. Jongen, we hadden hem wel 7 miljoen keer klem kunnen zetten. Oh, en dan gaat hij weer. Hij gaat gewoon nog steeds vrolijk verder, die gozer. Ongelooflijk, die Shrek. Niet te zuinig. Zo. Hier, jongen. Even lekker beukje op je kani. Gaat er nog eentje pakken hoor, en dan moet hij er links op. Oh! Oké, nou. Ja, nu we is zitten echt vast, klaar. Ja, nu is het echt klaar. Nou is het echt klaar. Nee, stop. Nee! Yes. Nee, ik kan het, yes, Schrekken! You can do it, Shrek! Hij zit vast! Nee. Hij zit vast! Nee, you can do it, Shrek! Shrek! Hij zit vast! Hij zit. Nee! Oh my fuck! Wat hebben we hier ook aan? Oh my fuck. Schrek very goed, yes! Oh my fuck. Ja, fuck jou, F2, Zo, en landen, en gaan, we gaan weer verder. Hoppa, ja, joh, ik ga er niet boven blijven rotten hoor, hey. Het is ongelooflijk dit, echt waar. Het is echt waar, werkelijk waar ongelooflijk. Oké, let's go. Oh, hij gaat naar links. Naar links. Wat ga je nou doen? Ja, ik wou een Henkie. Nou klem, nou is het klaar. Nou is het klaar. Henkie, nee! Oh my fuck. hij gaat op zoek naar Henkie. Hij wil er weer uit. Gaat niet gebeuren. Shrek, we gaan in achtervolging in het gebouw. Ga maar, uitstappen jij. Vrolijke grote vriend. Ja, oké, daar gaat hij hoor. De groene bosreus. Ik kom een baan zoeken, ik wil een baan. Hij komt een baan zoeken als acteur. Oh, hij springt naar beneden, pas op! Jongens, geef hem een pegel, Nee. You must be kidding. Nee, fuck off. Nee. Ik ga je niet mee akkoord, jongens. Ik ga je gewoon echt niet mee akkoord. Ik ben echt serieus. Dit is echt ongelooflijk. Oh my god. Ik ga gewoon te voet achter hem aan. Echt gewoon niemand beneden stond te wachten op die panfluit. Hè? Ja, daar kan ik nou echt met mijn kop niet bij. Ongelooflijk. Ik kom wel even naar jullie toe. Zo, er steekt even iemand zijn middelvinger uit het raam hier. Ongelooflijk. Oh ja, jullie hebben me. Zo, mooi. Zo, want ik ben er helemaal klaar mee. Nou stap je uit en dan geef ik je een klap op je kanus. Schrek en doe het! Kop van je. Nee, niks daarvan. Uitstappen nou. Ik ben er nou klaar mee. Ja, hey, uitstappen! Hey, doei! Goed zo. Nou hier komen. Ja! Hebben we nu al te pakken? Jeetje! Oké, hij is in ieder geval gepakt. En dat betekent ook dat deze politie en boefje episode er eindelijk op zit. Dank jullie allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben we ervan genoten. Dus ja, smash dan even die blauwe duimpje omhoog. En abonneer mijn kanaal. Als je dat niet gedaan hebt, verder kan je me volgen op Instagram, Twitter, Snapchat en Facebook. Links kun je allemaal vinden in de beschrijving. En dan checken jullie uiteraard weer bij de volgende video. Laters!